Nou, ik vind deze stembiljet niet goed genoeg voor mensen met een verstandbeperking. Daar staat alleen maar tekst op. En namen, alleen maar namen. En uh, alleen maar tekst. Dus dat is niet te doen. Stemmen lijkt voor veel mensen niet echt hogere wiskunde. Want je pakt een rood potlood, je zoekt de politicus naar keuze, je vult het rode vakje in en levert het formulier uiteindelijk weer in. Maar voor verstandelijk beperkte is dat heel anders. Voor hen is het veel lastiger om te stemmen en daarom komt een groot deel van hen ook niet opdagen. Dat moet anders, vinden zij. Ja, bij ons gaat het misverstanden beperking, dus ze weten wel op wie, wie ze willen stemmen, maar dan komen ze in het. In Het stemhokje, en nou, dan krijg je dat grote vuil behang, noem ik het dan altijd. Waar staat die persoon dat ze dat goede vakje aankleurt? Nou, de lijst zou zo uh, eruit moeten zien met al die logos daarboven en dan zo die kolommen met, met hier uh, die foto's van, van die kandidaten, maar dan moet hier nog die, uh, die vakjes, die blokjes hier rood moeten uh, nog tussen. Graag naast de foto's of in ieder geval hulp in de, uh, en dan hulp krijgen in het kun Je kunt dan op. Zachte manier zeggen van, uh, weet smoesen van, om aan te wijzen, oh die persoon staat daar, u, u moet dat vakje rood maken, daar staat die persoon X, zeg maar. Ja, Naam. lichamelijk beperkte krijgen wel die hulp. Ja, ja en, uh, en jammer staan beperkten niet, die wordt daarin mee gediscrimineerd. De Tweede Kamer debatteert morgen over het verloop van de afgelopen verkiezingen. En de SP, het CDA en onder andere ook 50 hebben laten weten dat zij de verantwoordelijk minister Plasterk zullen laten weten dat ze vinden dat hij zo snel mogelijk veranderingen door moet voeren, zodat ook verstandelijk beperkte met een gerust hart en vol zelfvertrouwen naar de stembus kunnen.